Oh my god, I'm so stupid. Hi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Sarah Verboert en ik ben super dom geweest. Ik heb namelijk vandaag gevlogd en hij stond in een slow motion instelling. Dus ik heb nu beelden van me in slow motion without audio. Dus ik kan het ook niet versnellen dat het naar normale tijd gaat, want er zit dus geen audio bij. Nou, heel leuk dat mijn camera die functie heeft. Maar ik heb er dus zeg maar niks aan. Oh, ik vind het zo kut. Maar hè, het is even niet anders. Mijn camera moet ook echt opgeladen worden. Want hij is nummer 10%. Echt bizar. Chill dat die camera gewoon laat zien hoeveel procent je hebt. Net zoals met je telefoon. Ja, vandaag heb ik eigenlijk helemaal niks aan. Ik ben super druk. Ik ben thuis gaan werken. Morgen blijf ik ook thuis. Want ik moet afstudeervoorstel gaan doen. En superveel. Dus ja, dat is een beetje mijn dag. Ik ga nu de vlog afsluiten, want ik heb nog steeds fucking shit to do. Dus ja, thanks for watching this most grootste stuk in mijn leven. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Staat u nou wel op de goede? Ja. Ik ben met... Dit alles slow. Ja, weer alles in slow-mie. Slow-mie! Ik ben met Anisette. En moeders. Mij niet gezien. Wij zijn aan het werk voor ons afstudeervoorstel. We moeten allebei afstuderen in februari, toch? Februari beginnen, ja. Ja. Tot super juni. Spannend. Het is nu eigenlijk voorstel. Maar dit is alleen het voorstel naar je SLB'er, hè? Ja. En dan wordt daar... de 23ste of zo moeten naar de commissie. Dus je hebt nog wel tijd om het aan te passen in principe. Ja. Dit is echt alleen het eerste blik. Ja. Dus we zijn lekker aan het werk. Helemaal goed bezig. Nou, lekker aan het werk. WhatsApp staat open. Bij mij ook. Ik ben ook aan het typen. Oh ja. Anne is typing. Ik heb echt een heerlijke carpaccio salade. Ik ga lekker eten en verder werken. Anne is inmiddels weg. Want ze ging lunchen met vriendinnen. Alright, guys. Het is inmiddels. Hoe laat is het? Oh, stoelverwarming aan. Het is zo vreselijk koud. Het is inmiddels 4:30, denk ik. Ik ben helemaal klaar met het filmen van de Reels. En ik ga nu naar Samantha. Mensen die me echt heel goed kijken, die weten wie Samantha is. Ik ben benieuwd. Comment onder deze video of jij weet wie Samantha is. Dan ben je echt een trouwkijker. Maar in ieder geval, het is een vriendin van stage van 2 jaar geleden. En ja, we spreken elkaar altijd nog. En we zien elkaar echt 3 keer in het jaar. Maar als we elkaar zien, is het helemaal geweldig en gezellig en leuk. En nou, dit en dat. Ik ga nu naartoe rijden. Ik heb mijn afstudeervoorstel net op tijd afgekregen. Echt erg. Ik ben me echt blij. Dat ik net aan het heb gehaald. Hoe lang is het rijden? 36 minuten. Prima. Helemaal prima. Even muziek connecten. Oh, ik ben helemaal chaotisch. Het spijt me. Maar waar de fuck is die oplader nou weer? Nou, ik word zo gek van mezelf af en toe. Nou. Why am I like this? Why? Nu word ik echt niet goed voor mezelf. Ik heb toch godverdomme net een oplader in mijn hand. Ik ben nou echt zat. Nou, dan niet. Huh? Dan lekker niet. Wat een chaotische boel. Ik ga. Ik ben bij Samantha aangekomen. En ik was er al, maar ik was mijn vlogkamer vergeten in mijn auto. Super dom. Volgens mij heb ik nu de deur dicht gedaan. Kijk hoe cute. Zij is echt all Christmas vibes. Ik ga het nu laten zien. Kijk hoe cute het is, jongens. Altijd laat ik op een vlogje huis zien hoe jaloers ik ben. Hoe geweldig. Is. There is my girl. In pink. Oh. Ik weet niet hoe het werkt. Bloopers. No, thanks, guys. Bloopers. Dit is ook gewoon te cute voor leven. Ik heb een nieuwe camera, hè? Ja, ik zag het. De helder dat ik je. En kijk dit! Echt gezellig. De vibes, jongens. I like it.
hebben lekker warm chocomel. Heerly de Pearly. We hebben lekker eten besteld bij de Italiaan. Jij hebt risotto. Ik heb lekker lasagne. We hebben nu lekker vino. Hoort er ook bij. Lekker rood wijntje. Kan je erbij? Ja. Die glazen zijn heel groot. Maar fucking veel erin staat. En we gaan lekker kerstfilm kijken. Single All The Way. Stond op 5 trending. Nou, laten we het zien. Het eten is er. Yummy. Ik heb lasagne. Jij hebt risotto. Of heb ik dit al gezegd? Ja. En we hebben dus een heel lekker voorgerecht. Het was er echt snel. Echt heel snel. Oh, lekker. Het ziet er echt goed uit. En het ruikt ook lekker. De Vitello Tonato. Oh, ik heb een lekker broodje. Ja. Oh. Yay. Alrighty, ik ben weer thuis. Het was super, super, super gezellig bij Samantha. Echt heerlijk gegeten. Zelf een kerstfilm gekeken en lekker bijgepraat. En toen ik thuis kwam, zag ik dit pakketje. Dit heb ik ontvangen van Setter. Als ik het even uitspreek. En dit is dus een adventskalender. En ik heb dit jaar helemaal nog geen adventskalenders gehad. Dus hier is één. Ik weet echt niet eens wat erin zit. Volgens mij zijn het allemaal maskertjes. En dan zeg maar in het mini. Volgens mij zijn het allemaal uitprobeermaskers. Zoiets of zo. Ik heb ook nog nooit gehouden aan een adventkalender, dus... Of zijn het parfums? Oh. Oh my god. Het zijn allemaal serums voor je gezicht. Dus elke dag open je eigenlijk een nieuwe Intensive Moisture. Good things lie ahead of us. Dus het is eigenlijk een serum dat je elke dag op je gezicht moet doen. En dat moet je dus zo openen. Maar dat ga ik dan zo meteen wel lekker op mijn gezicht doen als ik ga slapen. Maar dus dan ga ik dan gewoon elke dag eentje openen. En dan heb ik elke dag weer een nieuwe verse schone serum. Hoe leuk! I love it. Heel erg leuk. Dit zit ik hier neer. Maar goed, ik ga dus eventjes make-up eraf halen. En wat ook leuk is... Volgens mij heb ik jullie vanavond nog helemaal niet mijn outfitje laten zien. Maar ik was echt super... Ik was van mijn outfit echt heel leuk. Ik had dit blouseje aan. Met een leren broekje. En deze nieuwe loafers. Panty. Dus het broekje. Leuke blouse van Shein. En dan een blazer erheen. Maar ik heb dit eigenlijk... Ja, wel aangehad. Maar ik wil het eigenlijk morgen weer aan. Dus ik ga misschien kijken of ik het morgen weer aan ga doen. Mm-hmm. Serum proberen. Dat is dit. Hoe moet je het... Zo doen. Oh my god. Het is echt fucking veel. Oké. Dat is echt vet random. Maar wel echt een super leuk concept. Elke dag een nieuwe. Ik kan ook even laten zien wat mijn night routine verder is. Normaal doe ik de Dr. Hushka serum op. Maak ik hem nu al een serum op. Dan doe ik eigenlijk deze... Lotion voor je gezicht. Gezichtslotion. Vloeibare crème. Gewoon dag en nacht crème. Van de Dr. Hushka. Dat zijn echt bizar goede producten. Dan doe ik deze gezichtslotion spray. X/serum. My fave. Dan doe ik een lippenbalsem op. Verschil wat ik doe of... Deze of de 8 Hour Cream van Elizabeth Arden. Of deze van Naked. Of deze X-Lips. Echt van alles en nog wat. Shit, ik ben deze nu vergeten. De Magic Drops. Nou, fuck dat gewoon. Ik doe nu even de X-Lips. Voor de change. Dan ga ik lekker slapen. Haar. Echt. Why? Goedemorgen, maal. Ik heb nog geen... mascara op. Ik heb net de zettingspray op, dus mijn hoofd glimt. Het is vandaag woensdag. Ik heb haast, dus ik ga naar werk. Goed.
goed te herinneren. Nou guys, het is inmiddels 4 uur. We zitten bij C achter op de scooter, want we gaan even naar de Action voor een samenwerking. Dus ja, de dag gaat super snel. Niet normaal. Wat? Nou, ik was aan het vloggen. Ik ben aan het filmen. Ja. Oh, ik dacht, jij zit in je... Oh my god. Ziel achterop is altijd een feest. Hè? Huh? Deze ziel achterop is altijd een ja, feest. Ja, altijd een feestje aan mij achterop. Oké. Hey. Ja. Ja. Oh, die is fucking lekker. Ja, die vind jij lekker. Dat is... En deze heb ik ook, weet ik niet. Oh, lekker. Ik dacht, we hebben lekkere beelden weer gemaakt. Maar is dit niet heel lelijk? Ja, die wel. Nou, misschien als je ze opblaast, ja, dat ze lichter worden. Ik ben nu thuis. Ik ben even snel alle spullen aanpakken. En dan komt Stom ophalen en dan gaan we naar Nina toe. Want we hebben dus die Mexicaanse avond, heb ik dat gezegd. Gezellig bij Nina eten. Gaat ze helemaal lekker Mexicaans koken en zo. Fucking leuk. En lekker gezellig met vrienden. Lekker wenen. En hoe zin in. Maar een pan met kip zijn, pittige kip, en een pan met gehakt. Dus oh, lekker. Hier staat een pot kip in je gehakt, maar als je kip wil, moet je het echt maar het kan ook anders zijn. Het kan ook anders zijn. Dan moet je even doorgeven of even vragen of iemand wil inbrons geld. Oh, wat verschillend. Nee, helemaal. Ja. Dankjewel, Nini. Dat helemaal goed, Nini. Je bent geweldig gekocht. Nini. Nou. Oh, ik vind het echt jammer dat we het... Zo, hallo. Dat is kip. Lekker. Best wel ook een pittigere kip. En dit is... Pittigere kip? Wat als het niet lekker gaat? Dan hebben we hier gehakt. Wat is pittig? Oh, we hebben zoveel lekker eten. Ja. Wow. Nee, jij eens even lekker team maken, meid. Proost, 30 seconds. Ik op mijn stal, die speelt best eerlijk. Heb je wel gewonnen eigenlijk? Nee, we hebben zeg maar echt fucking dik verloren. Oké, doe maar aan. We hebben gewonnen. Oh, hij was aan. Als je dit rode scherm ziet en dit lampje aan. We hebben gewonnen. Nina heeft fucking lekker gekookt. Kan je niet redden? Oké, proost. Jongens, geniet van het leven. Ja. Moet je geen amaretto meer? Ik heb al 2 glazen. Oh, Sarah had hard. Waarom zit dat balletje omhoog? Sarah had hard. Sarah had zo hard, jongen. Gewoon heel lekker. Kijk Daan. Daan gaat helemaal hard. Daan is echt sneak, hè. Maar maakt niet uit, jongens. Jongens, we hebben een plan. Hey. We gaan naar Düsseldorf, de 21ste en 22ste. Ja. Toch? Vertel eens over Düsseldorf plan. Düsseldorf ligt in Duitsland. Het is 2,5 uur rijden. We hebben daarom ook de beslissing gemaakt om naar Düsseldorf te gaan. Zodat we niet te lang in de auto hoeven zitten. En dat makkelijk te zijn voor iedereen. En wat gaan we daar doen? Kerstmarkt natuurlijk bezoeken. We gaan zelf kopen. Heel veel eten. Heel veel goed uitgaan, wijn en zo. Oké, team 1. Mijn dakje gaat Witte Paulus boeken op Fenomeno en SMS. Nee, maar dat doen we. Zitten we met alle gasten? Ja, hey, hallo. Hey, ik ben Fenomeno. Zijn we alle jongens? Dit stond erop. Ik ben Fenomeno. Oh, hij is een Fenomeno. Alles is alles. Oké, even goed luisteren. Oh, Nijnebel, Sophie, Boekel, Esmissa, Influencer. Waar heb je het over? Influencer. Team 2. Zus van Olaf, Witte, Fenomeno, Paulus en Shelly. Waar hebben we het over? Lekker zeg, Zup 2. Deze vrouw is sowieso zo confused vandaag. Ik weet niet waar ze over hebben. Ze hebben hier dan ook. Oké, dus even hier. Ik wil hier hebben. Nu het lopen. Waar? Wie is nou zo'n Nijnebel. Jongens, ik ben niet. Ik word geroepen. Hallo, Nijnebel, Boekel. Nijnebel? Sophie, Esmissa, Influencer. Jullie en ik zitten daar. Thuis komt. Tik maar. Paulus. Dit is echt niet normaal. We hebben gewoon een cadeautje van Bo gekregen. Ik heb mijn hand wel van gezien. Ja, dat is echt zo'n product vibe. We hebben van Bootje cadeautje. Bo, jij bent Bootje cadeautje. Maar ik word hier gezien als een zusje van Oom. Voor alle comments die waren, waar is Esmee? Hier is Esmee. Aan de weg. Was even weg van weg geweest. Maar ze is er. Ze is er gewoon nog, jongens. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Gisteren was zo fucking gezellig. Helemaal op weg genoten.
Ik ben nu wel te laat. Ik werd iets te laat wakker. Maar nou, half uurtje te laat of zo. Ik heb echt fucking erg gehaast. Pride in myself. Want ik had wel gewoon echt lekker gedronken. Hè? Maar goed, ik ben nu onderweg naar stage hebben en aan het lopen. Het valt wel mee hoe koud het is eigenlijk. Chill, ik had het gisteren zo koud. Ja, ik moet vandaag gaan filmen. Dus ik moet ook helemaal gedoucht vanochtend hebben opgemaakt. Dus ik vind nou eigenlijk dat ik het goed heb gedaan. En ik heb geen kater of ik ben nog misschien nog een beetje dronken. Dat kan ook. Hoi. Maar ja, het zijn wel bospaddenstoelen. Ah joh, lekker. Ja, maar schat, dat is gefrituurd. Joh, doe niet zo raar. Hey, leuk, koe. Ik heb een heel leuk pakket ontvangen van Chiquelle. Ga ik zo even in de vlog laten zien, want het is dus hier geleverd. Ik ben heel erg benieuwd. En we gaan nu lekker bagels en beans bestellen. Hé, Laila? Laila? Ja, oké, doe maar tuna melt. Ook? Ga jij ook dat ook doen? Nee, zij. Oké, op alles. Wacht, we doen hier een TikTok door. Wat is de allesdecem dan? Ja, gewoon alles bagels. Alles bagel. Everything with the bagel seasoning. Ja. Zou ik glutenvrij nemen? Want ik heb best wel last van gluten soms. Is dat vies? Ja. Nou, dat is denk ik niet heel lekker. Nee. Wil je... Maar je eet toch soms ook wel eens brood hier? Ja. Ze hebben ook bananenbrood. Schat. Nee, we hebben hier nog allemaal... Sorry. Nee, we hebben hier niet meer hoor. Wel, de van Action. Oh my god, ja. Wat hebben jullie gekocht dan? We hebben Reese's, allemaal zakken chips. Milka, reep... Milka, reep, Oreo. Ik ga denk BLT nemen. Of rookkippetje. Welke zou ik doen? Deze of deze? Welke het eerste? BLT? Ik denk dat BLT. Ja? Ja. Ja. Dat is even iets vet, soort van, dat heb je nodig nu. Inderdaad, of iets vettigs. Ze hebben zo lekkere taarten, maar dat gaan we niet doen. Ik zie geen ijskoffie staan, hè? Oh, hier. Maar dat is niet ijskoffie, hoor. Zullen we Chiquelle laten zien? Ik heb samen met Merel en Cecile besteld, alleen Merel is er niet. Dus we gaan ook haar item even laten zien. Wat raar. Ja, en die past niemand. Nee. Ik zie naar Merel in een maat XXXX. Deze moet jij. Zo, sap geen stress. Die moet ik. Wat? Sap geen stress. Nou, die hebben wij nodig. Oh, er staat hier God, letterlijk ijskoffie. Ja, daarom. Oh ja, Sarah is nu bagels en bies aan het bestellen. Ja, ik zou vandaag maar meer lunchen. Maar ja, zij is nu ziek. Dit is de trui. Ik vind hem heel leuk. Hij heeft een rits. Ja, Oké, het duurt 25 tot 35 minuten. Nou, op zich, dan is het er om 12:30. Ja. Is dat prima. Oké, jongens. Zoals ik dus zei, heb ik een pakketje ontvangen van Chiquelle. And as usual. Heb ik de kortingscode SARA20, waar je dus 20% korting kan shoppen. Super chill, ik vond het echt fucking wel leuke dingen. Hadden jij? Ja. Echt van die chill dingen gewoon. Nee, ik kon ook niet kiezen. Denk ik trouwens aan knoflook? Nee. Mijn moeder zei dat ik heel erg naar knoflook stond. Maar dat is dan al bruin. Ze zegt, of het stand was het, ze zegt de hele gang ruikt zelfs naar knoflook. Oh nee. Oké, maar kom even. Leid het ook mee. Nou, als eerst hebben we deze trui. Welke maat heb je? Dit is een one size. Oh, one size. Ik vind hem best groot nog. Want ik heb maat SM boven. Groot. Ja. En ze hebben een koeienbroek aan en een koeien trui. Leila zit weer op bepaalde delen ruiken. Dat doen we onder altijd. Ja, zo anders dat. Ja, dat is awkward, maar dat doen ze om je te leren kennen. Oh. Doe deze eens laten zien. Dan heb ik een pak. Het is een joggingspak. Sie vindt het echt vreselijk, maar ik denk dat ik het echt geweldig vind. Dus echt, ik heb meerdere joggingspakken van Chiquelle en ze zijn echt mijn favoriet. Jij zei pas ook, ik zie jou alleen maar in joggingspakken. Ja, dat is wel. Ja, dat is elke keer als ze aankomt in niet een joggingpak, dan zeg ik, oh, ben je afgevallen? Ja. Hey, ben je opgevallen? Nee, ik heb dit is cool op cool.
Fucking ziek. Oh ja, dit vind ik leuk. Mag ik uit het shot? Ja hoor. Deze trui heeft zo'n... Kijk hoe leuk! De andere kant loopt dan zo. Dat vind ik heel leuk. Kijken? Oh ja, dat, is wel, dat heeft nog wel iets van taille. Ja, dat heeft nog een beetje taille. Een broek. Ik heb allebei maat S. Yay! Leuk, ik ben benieuwd. Oh. En dan zitten er dus ook dingen van Merel tussen. Maar ik had verder nog deze zwarte pantalon. Met 36. Heb je meer die gekomen? Nee, ik. Ik dacht dan, dat past meer niet. Past heb jij maat 36? Ja, met Chicago wel. Love it! In ieder geval komt dat een pas. Ik heb echt 100 zwarte pantalons en allemaal pas ik ze niet. Dan hebben we wel. Maar pantalons zijn altijd net of te kort of te lang. Dat is echt ja, bij mij is het altijd overhaald. Ja, ik heb dat ook altijd. Oh ja. Maar ik vind het echt leuk als een pantalon lang genoeg is. Nee, dit heb jij besteld. Niet? Jawel. Nee. Jawel. Nee, dit heb ik niet besteld. Maar ik heb dat gezien volgens mij in jouw linkjes. Oh. Nee, volgens mij heb ik deze besteld. Deze heb ik besteld. Satijnenbroek. Kijk, deze had ik. Maar die lijkt op die je nu aan hebt. Ja, maar dit is satijn. Oh. Waar staat hem aan? Kijk hoe leuk. Ja, ook een maat is dit. OM. Ik denk dat dit is maat one size. Is ook gevaarlijk. Oh, nee. Satijnenbroek. Oké, en dan hebben we nog een zwart topje van Merel, denk ik. Ik vind het echt helemaal blaas. Echt een merel. Ja. Leuk. Ja, ik zie het er ook gewoon aan hebben. Leuk topje. Cute. Ja, dit is wel leuk voor haar. Oké, ik ga hem even omkleden. Dit is de broek. I really, really, really love it. Hij zit echt perfect. Alleen aan de bovenkant een beetje ruim, maar dat kan wel opgelost worden met een riem. Maar ik heb nog nooit een pantalon gehad die zo perfect zit. Nee, hij zit wel echt Hij zit echt verder hier helemaal... Grote. Oh, die ga je vaak aandoen. Dit is ook leuk met een zwarte blazer. Dan heb je een soort pak. Ja, oh, ik heb hem nu. Leuk. Oh, voor wie niet verbreken, voor wie niet maken. Love it. Misschien leuk met dat topje van Merel even. Oh ja. Oh ja, wel leuk. Wel, weet niet of het leuk is bij deze broek, maar... Nee, dit is ja. Lang. Hetzelfde man mij weer heel raar aan te kijken. Maar dus het top is wel leuk. Hij loopt echt een short in een knoop. Hier. Leuk. Oh my god, dit vind ik geweldig. Ja? Jij niet? Nee. Oh ja, wel. Ik vind het heel leuk. Gelukkig toch wel maat M. Ja, het is wel goede maat. Wat vind je daar niet leuk aan, man? Ja, ik vind hem misschien iets te strak. Want weet je wat het ding is met zo'n stof? Nou. Dat je alles ziet. Ja, dat wel. Maar jij hebt gelukkig een mooi figuur. Ik krijg helemaal angst. Ik zou zo'n beetje niet aan willen doen. Nee? Dat boeit me echt niet. Ik vind het heel leuk. In satijn. Kijk hoe mooi. Heerlijk. Voor de feestdagen vind ik dit echt leuk, hè? Hij loopt wijd uit. Dat vind ik altijd mooi met hakken eronder of zo. Dit is het pak. Als je korter bent, dan... Ja, als je wat korter bent, is hij perfect. Hij is bij mij een beetje aan... Als je 1,65 bent, is hij perfect. Ik ben 1,70. Maar ik vind het wel geweldig. Ja, I love it. Lekker comfy. Ik ga het gewoon even aanhouden. Joehoe! Reddit, kortingscode. Zaterdag. Het gaat weer goed hier. Scherpe brengen geluk. Het is echt iets heel ergs gebeurd. Je gaat niet zeggen dat het mega glas was. Was dit een mega glas? Weet ik niet. Nee. Oshi is in shock. It's the most. Oh, jongens. Oké, okay, wie wil Laila? Oh ja, jij gaat hem mee naar buiten nemen, want... Nou, ik ga hier een video opnemen voor action. Maar was het...
Cecile heeft zich helemaal mooi gemaakt. Want ze gaat naar een feestje. Heeft Leila gepoest? En Osje gaat passen op Leila. Ja, echt joh. Leila. Heb je deze nog mee? Knappie. Stop. Klaar nu. Ik kan je niet tegen, hè? Ik moet zo denken dat ze gepoest heeft trouwens. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Het is mij alweer een lange tijd dat ik heb gevlogd. Ja, ik ben net wakker. Ik ga even lekker douchen en mijn dag beginnen. En de hele dag werken en leren aan school. En enough to do. Nou jongens, het is inmiddels... Hoe laat is het? 4:15. Ik ga naar Stam toe. De hele dag gewerkt. Echt goed voor mezelf. Ik denk ook echt niet meer de laatste keer dat ik heb gevlogd. Maakt er niet uit. Ik heb wel lekker gewerkt. Helemaal trots en blij. Deze jas heeft echt geen zin. Het is koud. Het is 4 graden en ik vries me dood. Ik heb het zo, zo koud. Dus ik ga lekker de verwarming heet zetten van mijn auto. En lekker rijden met Christmas music. Helemaal zin in. Boop. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Het is 11 uur. Ik heb me helemaal opgemaakt. Haar gefeund. Dit outfitje aan. Blazers van Naked. Topjes van Shein. Deze broek is van Chiquelle. En deze schoenen zijn ook van Naked. Stan's broertje is vandaag graag. Dus we gaan zo meteen lekker lunchen met elkaar. Ik was vanochtend bij Stan, maar ik ben nu naar huis gegaan. Om even om te kleden en zo. We hadden vanochtend ook nog voetbalwedstrijd gekeken van zijn broer, van zijn neefje. Dat was echt super vroeg. Echt om 9 uur al. Dus lekker vroeg uit de veren. Gisteravond de hele avond gemonopolied. Echt love it. Love game night. En ja, ik ga nu naar Stan toe en dan gaan we een gezellig sportje verjaardag vieren. Hallo allemaal, het is inmiddels 4:30. We hebben lekker geluncht, het is echt super gezellig. Ik ben nu thuis en ik ga even editen en daarna ga ik naar Anne gezellig gaan bij Anne eten. En Anne is nu Formule 1 aan het kijken en dat boeit me niet zoveel. In ieder geval, ik vind het wel leuk, maar niet dat het me echt heel geboeid. Ik verkoop trouwens mijn scooter, dus voor de geïnteresseerden. Ja, ik heb natuurlijk nu mijn auto, dus ik heb zeg maar vrijwel niks aan mijn scooter. Ik pak hem nooit. Dit is hem. Hij staat ook op Marktplaats. Dus als je geïnteresseerd bent, hij komt uit 2014. Het is een Vespa Primavera, maar hij heeft allemaal details. Het is een... Hij heeft een windsmokescherm, achterrekje, hoogglans zwart, origineel Vespa alarm, originele Vespa sprint, spiegels, power one led voor een achter, smoketellerbehuizing en alle accessoires zijn in het hoogglans zwart. Hij rijdt ongeveer 45 km per uur, hij heeft 19.000 km stand, 2 sleutels, kettingslot erbij. Ik heb hem altijd met de duurdere benzine getankt, dus op dat vlak is het allemaal goed, prima. Dus ja, voor degenen die geïnteresseerd zijn, check it out. En ik ga even editen. Oh jongens, kijk hoe schattig. We gaan lekker met Dex frietjes halen. Ja, met Dexie! Hallo! Dit is gewoon Anne, haar hond. Dex, ik doe deze dicht, ja? Oh. Dit is gewoon haar hondenauto. Dit slaat echt helemaal nergens. Dit slaat echt nergens op dat je een auto hebt voor een hond. Nee, dit slaat echt helemaal nergens. Wij hebben fucking lekkere dingen besteld. Ja. We hebben... Fuck, werkt het? Oh ja, mijn koppeling. Nee. Ja, schat, ik heb toch een automaat? Wanneer... Oh. Wanneer ik rekenen? Nee! Wat gebeurt er? Oh, waar zit daar? Ik zet hem gewoon in zijn vier. Hè? Nou, ik snap er geen kruis. Nee, dan moet je dit omhoog trekken waarschijnlijk. Nee, kom eens. Of indrukken, oh ja. Zo. Zo, hè. Zo, morgen. Anne en ik hebben een kapsalon besteld. Die we gaan delen. We hebben chicken wings, we hebben kipvingers, we hebben kaas, vlees, frikandel. We hebben echt fucking veel eten. Allemaal snackies. Allemaal snackies. En we gaan weer erheen rijden. Het is 1 minuut rijden. Ja? Altijd vlog je volgens mij als je met mij gaat halen. Kan dat is even een goede moment. Oh ja, we hebben Dex! We zitten wel Hey Dexie! Hij zit naar buiten te kijken en denkt, wat gebeurt hier? Hey. Hij denkt echt, wat gebeurt. Maar hij vindt het zo leuk om in de auto te zitten vanmiddag. Hey Dex, Dex, kijk eens! Hey, Dexie! Hallo! Oh. Oh. Ik was al helemaal vergeten. Nee. Ja, ik was net heel die hond gefilmd. Ik was helemaal vergeten met Dex. Ik heb wel zin in vanavond trouwens. Ja, ik ook. Lekker wijntje doen, lekker kijken. Ga lekker bij Anne spelletjes doen met Nien.
en zuipen en dan zien we hoe de avond loopt. Ja, nou, dat is toch heerlijk? Nou, we zijn er zeg maar nu. Ja. Hier is het. Hey, hola, hey. Woe, kijk, ik heb een dingetje erop. De girls zijn helemaal fliek. En wat? We gaan niet, we hebben nog niet eens echt een planning. Ik kan beter mijn voorbereid zijn. Ja, maar we gaan sowieso wijnen en sowieso naar onze vrienden, denk ik. Ja, dus eigenlijk wel een planning. Ja. Ik heb maar gefeunborstel. Ik hoop dat het zo blijft zitten. Ik denk het helemaal niet. Wow, het zit echt goed neus haar. Ja, what the fuck? Nou, als het zo blijft, dan is het een liplijner. Ik vind het gek. Ja. Ik wil het een keer doen. Ik heb dezelfde auto nog aan. Weet je wat ik altijd zo leuk vind aan jullie? Nou? Jullie komen bij mij thuis, zitten bijna elke zaterdag voor mij. En dan hoor ik jullie beneden binnenkomen. Want ja, dan komen jullie ten eerste zelf binnen, want ik hoor geen deurbel. Nee. Dan komen zelf binnen, dan ga je praatje maken met mijn ouders. En dan denk ik al heerlijk, ik hoef je niet te ontvangen. Vangen of moeilijk. Naar boven te halen. Ik weet gewoon alles. Ik zou zelfs bij jou lekker gaan eten, zo ben jij er niet eens. Klopt. We hebben echt fucking chill gegeten. Echt lekker gesnikt. En we hebben nog snacks over vanavond. Of vanavond. En Anne heeft ook fucking leuke outfit aan. Anne, je moet even je outfit laten zien. Ik vind hem echt helemaal geweldig. Ah, hij is zo sportief. Kijk dan. Ik heb dit. Hoe leuk is het jasje? 100 vragen aan je overkomen. Waar komt hij vandaan? Ik heb geen idee. Echt? Mijn moeder ging met een vriendin naar Volendam. En toen heeft ze dit jasje meegenomen uit zo'n heel schattig eigen zaakje, weet je wel. Kijk hoe maar leuk. Maar toen dacht ik daarna overal online, dus je kan hem heel veel zaken. En zo'n soort topje, lekker spijkerbroekje, riempje en leuke laarsjes. Love it. Nou, en ik heb gewoon nog dezelfde outfit aan als vandaag. Oh, deze laatste. Ja, maar dit is zo'n lekkere outfit, kun je gewoon aanhouden. Ja, dit kan je echt overdag aan en avond en dat maakt helemaal niet uit. Oh, ik hoop dat Nini binnenkomt. Ja. Nee. Nee, ze gaat gewoon een... Nee, ik hoor het. Wacht, ik ga er filmen. Mimi! Hey, schat! Oh, zo shy! Ik dacht, het is zo stil. Ja, je dacht, klopt iets niet. Ik dacht, klopt. Ik voel al... Hallo, haar auto is ook al zo on fleek. Ga je ze ook even laten zien met die lekkere reet van je. Ik heb een witte broek aan. Heel leuk. Van leuk. De Bershka. Simpele schoenen. Leuk. Oh, je hebt je leuke colbertje aan. Ja. En kijk hoe leuk. Ja, echt leuk. Baby girl. Leuk tasje. Maar dat zien jullie er ook leuk uit. Ja? Ja. Je hebt helemaal alle plekken, dat ben je normaal nooit. Nee. Leuk. Zo, nu zit dat dingetje erop. Ja, grappig hè? Mm-hmm. Woe. Zo. Die stem. Ja, leuk nou. Is. Dit is, ik zeg, dit moet ze woensdag aan. Dan kan je hier een leuke foto in maken. Ja, fantastisch leuk. Dat gaan we doen. Ik weet niet waarom. Oh, Nien, ik ben blij om te zien. Wij zijn echt goed. Maar kijk. Wij zijn helemaal, Nien komt aan. Zeg het. Nee. Oh, je hebt ook lippenstift. Ja. Maar ik ben helemaal blij om jullie te zien. Ja. Kijk, deze is eigenlijk. Waar is je bus van? Heel groot. Heel lang. Ja. Dus ik denk, maar dit is ook leuk op een leren legging. Dit ga ik dus gewoon doen met zo'n biker short. En gewoon maar. Oh ja. Panty. Box aan. Ja. Hoe leuk is dat? Ja, natuurlijk heb ik oorbellen. Ja, maar dit zijn die ene oorbellen van Naked, toch? Nee, oh. Dit zijn die andere. Ik zal nog een twijfel of ik moest doen. Hup, even haartje veunen. Oké, we zijn lekker aan het wijnen. Ja. Oh. En we hebben leuk nieuws. Dit hebben we al verteld, hè? Niet. Nee. Toen we dronken waren bij jou. Echt? Ja, de lift. Maar nu hebben we het geboekt. Ja, nu hebben we het geboekt. Ik ga het laten zien. We gaan naar Düsseldorf, jongens. We gaan lekker kerstmarktje. Suiker, ik zei dit al, hè? Ergens in oktober zei ik al, we moeten naar een kerstmarkt in Duitsland. Maar ik zei prop naar Sophie. Ja, prop naar Sophie. Ja, het is prop naar Sophie. We hebben het wel eens eerder over gehad. Want Sophie is ermee gekomen. Ja, Sophie zet het door. Vriendinnetje van ons. We zouden eerst naar Berlijn gaan. Maar dat is toch pittig. Kijk. Ja. Dan gaan we naar Wacht. Dit is onze Airbnb. Ja. Ja, we gaan echt maar letterlijk één nachtje. Nou kijk, hier heb je gewoon... Het ziet er ook gewoon schoon mooi uit. Midden in de stad. Super locatie. Allemaal gewoon schone kamers. Leuk keukentje. Ja. Kun je het zien wat je doet? Ja, ik zie het in de verificatie. Nou hier, leuk is dat. Hartstikke leuk. Je gaat veel te snel, Sarah. Ja, ik kan het helemaal niet beseffen. Oh, we zijn nu bij het zoldertje. Oh, wacht. We gaan even naar het zoldertje, ja. Oh, wacht 2 seconden dan. Helemaal leuk. Ja. Ook kijk, helemaal schattig, 3 bedjes. Ja, hoe leuk. Dat dak, ja, dat maakt ook echt een soort sfeertje erin. Dus dat is leuk. En dan gaan we naar kerstmarkt en we gaan lekker uit, want dat kan daar. Ja, je kan er sowieso uit eten. Dat even checken? Dus kunnen, ja, het is, volgens mij stonden nachtclubs open met vaccin. Oh yeah! En oh yeah. Sowieso. Dus kunnen we sowieso lekker uit eten en borrelen. Dus nooit ga je in een restaurant kaart zuipen of in een kroeg of zo. Ja. Oké. Okay. Wee, leuk! Let's go.
Ah, ik heb trouwens net wel gevlogd bij Anna op de kamer. Ik heb jouw kamer gevlogd. Een hele outfit. Pikachu's. Voor Sjaar. Maar morgenochtend ga ik het editen. En Dex. Oh. Hier is Dex. We love Dex. Je ziet hem niet zo goed, maar hij is echt een grote, grote rakker. Doei. Hoi allemaal. Oh, ik ben zo lelijk. Ik heb echt gewoon niet eens mijn mascara op. Het is gewoon 5:15. Oh, we zijn nu bij Anne thuis. Het was echt een fucking leuke avond, daar van. Maar ik snap gewoon niet hoe het opeens 5:15 kan zijn. Oh nee, geen kotsen. Ik kan het gewoon niet op de avond zetten. Nee? Nee. Moet het echt nog goed doen. Anne, moet je dit kijken? Kijk hoe eng. Anne, kijk eens. Kijk bij mijn camera. Eww. En hier staat hij niet aan. En hier, oh. Hier wel. Eww. Kijk hoe eng. Word gespioneerd. Je wordt altijd in de gaten gehouden, jongens. Ik zei, Anne ging proberen te kotsen, maar is niet gelukt. Je hebt kipvinger. Wat papen. Ja, maar Anne, ook al ben je misselijk. Je moet juist eten en drinken. Ja, maar daar moet je echt doorheen, want dat kan ik niet eerst. Dex zit echt te kijken van wat gebeurt. Nu eet scheelt wel heel veel, hè? Ja, hè, hè. Hé, hey, Dex, kom maar. Waarschijnlijk kan ik morgen niet eten. En nu heb ik dat meestal al een beetje. Ah, Dexie. Wat heb je gezelligheid deze vroege morgen. Het is 5:15. De taxi belt. Die zegt tegen mij... Ja, ik kan het vroegst om 5:30 zijn. Dus ik flip helemaal tegen die taxi. 5:30? Hoezo pas 5:30? Ik dacht, het is 3-4 uur. Het was gewoon 5 uur. Ik denk, oh, hij is gewoon over 30 minuten. Ik denk, hij is pas over 2-3 uur. Ik denk, hoe kan dit? Ik ben niet zat te praten. Ik kijk op mijn telefoon. Ik ben aan het bellen. Ik kijk op mijn telefoon. Ik denk, het is gewoon 5 uur. Dat is gewoon echt niet normaal. Maar goed, dat was mijn avondvlog. Nou, avondvlog. Gewoon mijn vroege nachtvlog. Wat? Ik zeg, dit was mijn avondvlog, maar het is gewoon vroege nacht. Ach. Kijk, en doen we een beetje foto. Want dan anders is hij zo droog, weet je wel. Klopt. En nu zeker omdat we zo gedronken hebben. Nou ja, gezellig avondje zo, hè. Nou, ik heb aardig een paar borrels op. Nina en ik hebben gewoon een hele fles vodka opgedronken. Zeg dat ik. Nou, Nina en ik. Bacardi ik. Lemon op. Ik heb een fles vodka op. Ja. Jij hebt een fles Bacardi Lemon op. En hoe kan het dat ik als enige Bacardi Lemon drink en opeens die fles op was? Nou, hoe kan het dat ik een hele fles vodka drink en heel avond boven de pot hang? Ja, dat heb ik dus niet. Ja, dat heb ik dus wel gehad. En daarom is mijn mascara dus weg. Ja, ik heb geen mascara. Ik heb gewoon. Beetje leuk. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Kater. En we zijn Daan. Met Nien. Formule 1 kijken. Zo spannend. Deze is vrij normaal. Dit is toch geweldig. Hier gaan we zo van praten worden. Hier komt echt heel duur. Oh. Dit was zo mooi. Dit was toch niet normaal. Ik tril helemaal. Maandag. Ik ben gisteren vergeten de vlog af te sluiten. Was ook in leven dat we vlog had geworden. Het was echt zo'n lekker dag. Helemaal niet toe. Daarna ben ik ook naar Amsterdam gegaan. Lekker gegeten daar. En ja, het was eigenlijk wel de dag. Dus ik hoop dat jullie het vlog leuk vonden. En ik hoop dat jullie abonneren. Subscribe. Nee. Liken. En dan zie ik je snel weer. Doei doei.